zijn te gast bij Wil Theo van Tibosa. Wil, wat hebben we te bieden? Nou, we willen hier in deze stand de nationale, maar ook zeker de internationale mensen nog meer bekend laten maken met het mooie witte goud wat we hier in deze regio telen. Dus op ludiekere wijze vaak. Ga je nog wat speciaal doen in het seizoen? Dat is net begonnen. Tot juni ga je dan, zijn er nog evenementen of specifieke dingen? Nou, we gaan hier met themaweken werken. En bijvoorbeeld de week, volgende week hebben wij de week van de asperge hier. Dan doen we samen met Lieverham hier in onze stand koken en hapjes uitdelen. We hebben bijvoorbeeld samen met Theo Klevers hebben we een asperge-ijsweek. Al dat soort dingetjes. We willen eigenlijk gewoon het hele asperge doen, elke week iets anders doen. Wanneer is voor jou de vloerjaren geslaagd? Als wij de mensen die hier zijn geweest weer een klein beetje meer over de asperge hebben kunnen vertellen. Dat ze daardoor ook wellicht wat meer asperge gaan eten. Ook met name de jongere gezinnen met kinderen. Nou, dan ben ik heel tevreden. Misschien houden we er nog een buitenlands contact aan over. Dan zou het helemaal perfect zijn. Okay, nou, veel succes. Dank je wel.